Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Zoals jullie wellicht aan de titel hebben kunnen zien, heb ik vandaag een super leuke video. De feestdagen komen weer aan en wat is nou het leukste van december? De adventkalenders natuurlijk. Ik in ieder geval vind het echt heel erg leuk. Ja, ik persoonlijk vind het heel lastig om ze dag voor dag open te maken. Toen ik deze binnenkreeg, vond ik het al lastig om het uit te stellen om er een video van te maken. Lekker make-upje ondertussen doen, pak een kopje thee erbij, I don't know. En ik heb vandaag van mijn favoriete webshop, dat weten jullie ondertussen wel, Lookfantastic, mega adventkalender ontvangen. Hij is gevuld met de mooiste merken, beautyproducten en hij is ter waarde van €550. En je kan hem nu dus voor €115 kopen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat erin zit en ik ga het gewoon lekker allemaal uitpakken en uitkijken wat erin zit. Dus ja, laten we maar gewoon lekker gaan beginnen. Nummer 1 is eigenlijk best wel groot, dus dat is wel leuk. Die zit hier. Dus die gaan we eruit halen. Oh, leuk. Dit is echt gewoon precies wat ik nodig had. En dat is echt geen grap. Mijn geurstokjes op mijn kamer zijn net op. Deze nieuwe komt helemaal van pas. Lekker van Rituals. I love it. Ik hou dit van Rituals heel erg. Dus dan heb je hier heel mooi het flesje. Ziet er ook heel mooi uit. En dan die stokjes. Dus nummer 2. Nummer 2 zit hier. En dit is zo leuk gedaan, hè? Nummer 2 is heel schattig klein. En het is een crèmetje. Oké. Ik heb hier een boekje met alle informatie. Want zo ga ik nog dingen verkeerd zeggen. Ik heb er niet in gekeken, by the way. Het is gewoon een lekkere hydraterend crèmetje. Nou, eigenlijk best wel handig formaatje. Gewoon bijvoorbeeld op reis of zo. Heel cute. Ik ben echt heel benieuwd naar nummer 25, want die zien er echt veelbelovend uit. Dan gaan we naar 3. Hier. Dit is denk ik iets met lippen. Oh, van Iconic London. Oh, een mascara. Altijd handig. Van Iconic. Zwarte mascara. Ja, dit is gewoon altijd top. Kijken naar het borsteltje. Oh, heel fijn borsteltje ook. Nummer 4, we komen bijna bij 5. Hebben we Demi Mini. Oh, dit is een kaars. Oh, dit is heel cute. Too cute to burn. Dat denk ik ook. Wat ruikt dit lekker. Dit is echt niet normaal. Deze geur. Oh, dit is leuk. Oh, dit is zo cute. Dit is echt heel cute. Ik vind het wel leuk, Jasmine. Ik heb ook een grote, dus dan kan ik een beetje. Dit is echt too cute to burn. Nu zijn we bij 5. Veelbelovend. Stuk 5 december Sinterklaas. Oh, ik had eigenlijk wel niet dat het stom is, maar ik had er wel wat meer van verwacht. Het is een eye mask. Wel heel lekker. Een self-warming eye mask. Dat is wel chill. Dus dan kan je die lekker in je bed opdoen. Lekker relaxen. Oké, maar je zou denken zo'n grote doos, hè, 5 december. Beetje anticlimax. In ieder geval zou ik wachten en ook nog een vakje openen. En dit zou erin. Ik zou het antwoord niet vinden. Maar het product maakt het niet minder leuk. Dan nummer 6. Die zit hier beneden. Aan de ene kant is in één keer uitpakken. Het is wel gewoon heel leuk. Want het voelt wel allemaal als cadeautjes. Een 3-in-1 conditioner haarmasker. Oh, dat vind ik heel fijn. Conditioner masker. Nou, haarproducten maak je mij altijd blij mee. Echt waar. Dan gaan we door naar nummer 7. Hier. Van By Terry. Heel chill merk. Een poedertje, denk ik. Een hydra powder. Maar dit is chill voor in je tas. Maar dit is gewoon een minietje. Dit is toch helemaal top. En er zit ook nog zo'n watje bij. Dus ik ga dit gewoon nu gebruiken. En dan doe je zo. Dan kan je zo. Ik heb het ook wel nodig, zie je. Ik glim aan alle kanten. Heel, heel chill. Dit wordt echt mijn standaard item in mijn tas. Dan gaan we naar nummer 8. Oh, leuk! Ik zie al iets wat ik herken. Revolution Plumping Lip Gloss. Deze heb ik heel lang gehad. En hij is toevallig laatst opgegaan. Dus dit komt echt gezegend. Deze plumpt echt je lippen. En daarbij zit een lipstift. In deze kleur. Oh, dit is echt niet mijn kleur. Lipstick is sowieso niet mijn kleur. Dus this is not one for me. Dan gaan we door naar nummer 9. Dit is Universal Repair
cream. Dit is voor een diepe hydratatie voor droge en geïrriteerde huid. Face en body. Vettig cremmetje denk ik. Dat je op hele droge plekjes kan smeren. Ik vind deze voor maatjes allemaal zo handig. Ik heb namelijk altijd gedoe met weekendjes weg, met reizen, dat het allemaal zo groot is. Dus dit komt voor mij heel handig uit. Nou, nummer 10. Hier. Even kijken. Oh, dit is een... Oh, een maskertje. Ik dacht dat het zo'n Rituals handcremmetje was. Maar dit is een Brightening Mask. Vitamine C. Ook altijd chill. Ik hou echt van maskertjes en self-care dingetjes. Vooral in december, in november, december en zo. Heel erg leuk. Dan gaan we naar nummer 11. Hier. Zo, wat is dit voor kaars of zo? Een scrub. Oh, een scrub. Cleansing Perfine Scrub. Ik ben mega fan van scrub. Echt lekker die benen scrubben. Oh, ik voel het. Het is een goede, dikke, zeg maar, grote korrels scrub. Ik hou niet van zo'n fijne scrub. Ik wil mijn benen gewoon helemaal scrubben. Weet je wel, gewoon dat die huidcellen eraf vallen. Gewoon heerlijk. Nou, dit is top. Dit gaat gewoon lekker in de voorraadkast in. En als mijn scrub op is, pak ik deze. Precies hoe ik hem wil. En hij ruikt heel lekker neutraal. Gewoon lekker fris. Zou een man zeg maar ook nog kunnen gebruiken. Gaan we door naar nummer 12. Hij wordt al steeds lener. De Collageen Cleansing Balm. Oké. Klinkt veelbelovend. Oh, dit is denk ik zo'n lekker vettig balmpje op je lippen. Misschien zit ik het nu op mijn lippen smeren. Oh. Is dit helemaal niet voor je lippen? Wat ben je nou aan het doen? Nee, dit is dus niet voor je lippen. Oh, het wordt gebruikt om mee schoon te maken. Er staat hier: The buttery texture melts away makeup and to reveal a fresh, soft, glowing complexion. Oké, nu snap ik het wel echt. Kijk, anders ga je dingen dus verkeerd gebruiken. Gaan we naar nummer 13. Die zit hier in de hoek. Dit is een lip scrub. Cute. Altijd chill ook. Ik ga hem terug aan het uitproberen. Heel, heel chill. Ik heb hier nou helemaal verzorgde lipjes. Heel cute. Dan nummer 14. Dit is een Hair Repair Mask. Het is ook een haarmasker. Allemaal lekkere haarmaskertjes om uit te proberen. Heel cute. Nummer 15, denk ik. Oh. Dit zijn de Gel Brows. Zoals je kan zien aan mijn wenkbrauwen gebruik ik dat. Zo'n spoelie komt altijd handig uit. En dit is dus een styling brow gel. Kijk, en dit is gewoon zo'n doorzichtig gelletje. En dan kan je dus je wenkbrauwen mee in model brengen. Wel ook echt een beetje make-up productjes. Dat vind ik wel echt heel fijn. Dan gaan we door naar nummer 16. Hij wordt ook steeds lichter. 16. Het ziet er wel allemaal leuk ingepakt. Ik denk een lipliner of een... Oh, een oogpotloodje. Een eye pencil. Zwart oogpotloodje. Nou, dat komt ook altijd handig uit. Nummer 17. Dit is Plump and Glow Hydrating Facial Mist. Oh, ik voel me helemaal... Met al deze productjes. Helemaal fancy. Dus dit kan je gewoon lekker over je gezicht insprayen na je skincare routine. Heel leuk. Oh, er staat juist dat je het ervoor moet doen. Voor je skincare routine. Sorry. Dan gaan we naar nummer 18. Oh, oh, oh. Ik hoop dat die 25 ook niet een anti-pimpels wordt. Dit is een conditioner. Wat een handige formaatjes. En als je bijvoorbeeld echt heel chill vindt, dan kan je dus het grote formaat kopen bij Look Fantastic. Dat is echt ideaal. Een conditioner, altijd handig. Dan gaan we naar nummer 19. Dit is... Oh, een eyeshadow palette. Wat cute. Oh, heel, heel leuk paletje. Gewoon een shimmertje en een wat donker kleur kan een beetje een smoky look maken. Ja, zoals ik in het begin al zei, alles is leuk, alles is simpel, alles is goed. Alles is helemaal leuk. Dus op een gegeven moment zit ik, ja, wat moet ik er nog over zeggen? Ja, niet heel veel, jullie willen het gewoon zien. Dus. 20. Ga hard. Dit is een T-Shot Defense Serum. Ik denk dat dit een serum is. Ik hou echt van skincare. Volgens mij heb ik dat al 3 keer gezegd. Al 10 keer misschien. Oh, wat leuk. Kijk hoe mooi dit eruit ziet.
Dan heb je dus een serum pomp met green tea, denk ik dan. Leuk. Dit is heel cute. Dit vind ik echt packaging to have. Leuk, leuk, leuk. Nummer 21. We schieten al op. Is een gua sha. Oh, fijn. Dat kan je lekker met die olietjes en die serumpjes en allemaal gebruiken. Mooi ook in het zwart. Heel leuk. Ja, dit vind ik leuk. Vind ik leuk, leuk, leuk. 22. Is een body scrub. Altijd handig dus. Ook lekker formaatje. Wel echt cute kleurtje trouwens. Oké, we hebben er nog 3. We gaan naar 23. Gaat hard. Oh, dit is een hele pot. Wat is dit? Een moisturizer. Oh, leuk. Ik hou van moisturizers. I love het om gewoon... Ik kan mijn gezicht smeren. Wow. Echt heel fijn. I love goede moisturizers. Ja, dit is echt zo'n cremmetje dat over je huid als fluweel voelt. Ja, zo wil je gewoon dat een moisturizer is. Dit is top! De ene laatste, 24. Oh, The Ordinary. Leuk. Direct Acid. Even kijken waar die voor is. Dit is een acid met hyaluronic acid. Uneven tone. Fine lines. Dus het is tegen lijntjes, structuur en een oneven toon in je gezicht. Dus een heel fijn serum. Oké, gaan we nu naar de laatste. Rampapapam. Ik ben heel erg benieuwd. Wat gaat het zijn? Oh my god. Dit is zo'n... Nee, dit is zo'n borstel om je gezicht mee schoon te maken. Nee, dit vind ik echt heel chill. Een soort Foreo, maar dan... PMD. Oh my god, what a dream. What a dream. Dit vind ik echt heel leuk. Oh, er zit zelfs een batterij bij. Nou, meiden. Dit is toch geweldig. Dan ga je er zo lekker je gezicht mee schoonmaken. Ja, dit schijnt dus helemaal de shit te zijn, hè? Ik vind dit echt heel leuk. En hoe chill dat ze ook gewoon een batterij erbij heeft. Een goede afsluiter. Dit is geen van de Primax. Dan is hij alweer leeg. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden als ik. Ik zal even een linkje van de adventkalender in de beschrijving zetten. Als je er echt interesse naar hebt. Of je wilt een cadeau doen bijvoorbeeld. Ik vind het echt heel leuk. Voor al die skincare producten. Normaal betaal je echt veel voor skincare. Ik vind het echt je geld waard. Het is natuurlijk wel wat prijzig. Maar ja, je moet het gewoon aan je kopen als je het echt heel leuk vindt. Dus echt heel. Let me know als er nog andere adventkalenders zijn die jullie misschien leuk vinden. Die je kan uitproberen, kopen of uittesten of uitpakken voor jullie. Hoor ik graag. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now. You just give me a...